Ja, ik ben er weer. Het is weer gezellig op de Vulkanenstreef. Want er is weer een rommelmarkt met diverse artiesten. Jitske is er, Jeffrey is er en ik ben er zelf ook weer natuurlijk. En er zijn heel veel mensen die weer gaan genieten en die spulletjes weer gaan verkopen. Maar er is af en toe een buitje. Maar we hopen dat die bui wegblijft. We gaan kijken en luisteren en genieten. U bent bewoner van de Vulkanenstreef, toch? Ja, ik woon hier, hè. Hoe vindt u het op de Vulkanenstreef en alle activiteiten wat hier georganiseerd wordt? Ja, het is meestal een goede mens, gezellig mens, vriendschap. Het is liefde mensen. Altijd vrouwelijk van mensen. Ik ben blij vandaag hier. Van mensen drinken, gezellig. Nou, jij komt hier ook vaak, hè, Jeffrey? Ja, klopt. Je bent eigenlijk een soort huiszanger? Ja, klopt. Ja, en hoe vind je het eigenlijk hier? Het is een hele gezellige rommelmarkt op de Vulkanenstreef. En het is ook leuk om hier te zingen altijd. Hallo voor allemaal, wat fijn dat u hier bent. Dat u voor het eerst hier op het hier al bekend. Stand met je voeten, je handen in je zand. U bent van de organisatie? Ja, dat klopt. Ik doe dat samen met Adriana. Hè. En het weer is af en toe wisselvallig, hè? Maar dat mag de pret niet drukken, toch? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, we zijn vanmorgen begonnen te regenen. Toen werd het droog, werd het hartstikke gezellig. En je ziet het zelf. Ik bedoel, een keer een buitje ertussen door dat moet kunnen. En organiseren jullie nog vaker of andere dingen? Ja, we hebben natuurlijk hierboven in de kantine, de buurtkamer. Hebben we smalle s'avonds kaarten, klaviassen en spelletjes. Dus dan kunnen de mensen ook spelletjes doen. Dinsdags hebben we altijd de inloop. Vanaf 10 uur tot 12 uur dat de mensen een bakje koffie kunnen drinken. Woensdags hebben we een warm hap. Voor de mensen voor 3,5 euro. Donders weer inloop. En dan twee keer per maand de bingo. Eén keer de avond bingo en één keer de middag bingo. Jullie hebben hier een kraampje. Ja, het is waar. En hebben jullie al wat verkocht? Ja, een paar dingen, maar dit is lavish even uiteraard. Ja. En ik zie allemaal laven. Zijn jullie uitgekeken? Ja, ik heb te veel. De verzameling te groot. Dus, ja. Dus je moet eigenlijk helemaal... Je moet eigenlijk een beetje weg, ja, dat klopt. En u bent moeder? Ja, ik ben de moeder. Ja. Dus u houdt de jongens even tot geheel? Voor het geld en alles, ja. En staat u ook hier vaak? Nee, dat is de eerste keer, maar mijn dochter woont hier vlakbij en dat zijn haar vrienden. Dus ze zijn met z'n drieën hier gaan staan en vroeg of ik wilde komen helpen. Ja. Dus jullie vinden het eigenlijk wel gezellig? Ik vind het hartstikke gezellig, ja. Ik wil wel een keer zelf ook staan. Geniet je van ook al die mensen hier? Ja, ik vind het leuk, alleen het idee al van wat doen ze allemaal onder elkaar. Dat is gewoon leuk. Diverse soorten mensen en mooi dat het zo kan. En je gaat weer voor ons zingen? Ik ga zo weer zingen, ja. Oh.